Sponspoep. Die spons poept gewoon heel veel. Die groeit niet, die verjongt zichzelf. De ontdekking dat sponsen poepen zou wel eens een revolutie teweeg kunnen brengen in de visteelt. Labyrinth over de helderrol van deze onopvallende beesten. Mijten, springstaarten, aaltjes, het zijn allemaal beestjes die nauwelijks met het blote oog zijn waar te nemen, maar die toch een essentiële rol spelen in onze natuur. Helaas worden ze bij de aanleg van nieuwe natuur vaak over het hoofd gezien. Daarover straks meer. Eerst nemen we een duik in de tropische wateren rond Curaçao, op zoek naar duurzaam gekweekte vis. In de supermarkt kun je duurzaam gekweekte vis kopen, maar hoe duurzaam is die kweekzalm eigenlijk? Want die wordt wel gevoerd met wildgevangen sardientjes. Wie op een echt duurzame manier vis wil kweken, begint een boerderij op zee. Een boerderij met een productiemethode die is afgekeken van het koraalrif. Natuurlijk een belangrijke rol voor vissen, maar ook voor algen, schaal- en schelpdiertjes en, niet in de laatste plaats, sponsen. De almaar groeiende wereldbevolking moet gevoed worden. Maar op het land is er nauwelijks ruimte voor nog meer landbouw. En de zee, die vissen we in een rap tempo leeg. We vissen keihard de zeeën leeg. En dat kan allemaal anders. We hebben een revolutionair nieuwe aanpak nodig, waarbij we geen roofbouw plegen. En het goede nieuws is... die is er. De sleutel voor echt duurzame visserij ligt in zee, op het koraalrif. En wel in poepende sponsen. Een spons bestaat in allerlei soorten en maten. Het is een primitief meercellig dier. Eigenlijk is het alleen maar een buis van cellen, zonder zenuw, orgaan of spier. En soms is het alleen maar een dun laagje op een rots. Dit, dat felrode, dat paarse, dat zijn sponsen. De spons is 700 miljoen jaar oud. Een van de oudste meercellige wezens op aarde. Nu is het 2012 en weten we pas een beetje hoe dat beest, dat dier, werkt. Jasper de Goeie is marinebioloog aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek op Curaçao. Voor hem zijn koraalriffen een inspiratiebron voor een nieuwe, echt duurzame productiewijze. Het bijzondere van een koraalrif is dat het heel veel voedsel produceert zonder dat het de omgeving uitput. Dat witte stuk, dat is zand. Dat donkerblauwe stuk daar, dat enorme veld water, is één grote woestijn. Daar leeft wel iets, een paar hele grote vissen, maar voor de rest is het echt een woestijn. Het enige stukje koraalrif, het enige strookje koraalrif is eigenlijk dit stuk. En dat is natuurlijk verwonderlijk, dat is het mysterie. Hoe kan nou zoiets prachtigs, wat in een kring rond dit eiland ligt, voorkomen in die enorme woestijn? Dat is ongelooflijk. Charles Darwin vroeg zich in zijn reisverslagen al af hoe het kan dat een koraalrif zo rijk is aan leven, terwijl er in de omgeving niets anders te zien is dan kale oceaanbodem waar bijna niets leeft. Dit mysterie werd later Darwin's paradox genoemd. Koraalriffen hebben zich over een periode van miljoenen jaren gevormd tot een perfect uitgebalanceerde kringloop, waarbij alle voedingsstoffen worden gerecycled en er niets verloren gaat. Maar hoe? Dat bleef een raadsel. Algen en koralen produceren onder invloed van zonlicht energie, suikers. Bijna de helft van deze suikers lost op in het water, waardoor geen enkel dier dit kan eten. Het rif lekt kostbare suikers weg, zo dacht men.
Tegelijkertijd zag men een enorme hoeveelheid beesten, maar was het onduidelijk waar die van leefden. Waar kwam hun voedsel vandaan? Er zat een onverklaarbaar gat in de kringloop. De groei deed onderzoek op plekken waar niemand anders keek. Hij ging naar de binnenkant van het rif. Een wereld die groter is dan je zou denken. Dit is een dwarsdoorsnede door het rif. Dus de buitenkant, het levende deel van het rif. En hier is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar waar ik geïnteresseerd in was, was juist de binnenkant van het rif. Waar we erachter kwamen dat de wanden van die grotten bedekt waren met name sponsen. Dus het lijkt misschien niet eens zo'n grote grot, misschien 2 meter. Maar moet je eens kijken wat er gebeurt als ik dit touw wegtrek. Wat voor oppervlak dat oplevert, waar alleen maar sponsen zitten. Vol met spons. Wij zijn op een gegeven moment met een heel klein cameraatje in die grotten gaan kijken. En dan zie je dus dat die hele grot zit vol met leven. En wordt gedomineerd door een heel dun laagje spons. Dus niet wat je denkt dat een spons is, niet een badsponsachtige spons, maar 1 millimeter dik laagje paarse, oranje, noem het maar op, rode sponsen, daar zit die hele grot vol mee. Lange tijd is er gedacht dat sponsen alleen maar voedseldeeltjes uit het water filteren. Door onschadelijke inkt dicht bij de spons te spuiten, is goed te zien hoe snel een spons dat doet. Maar de groei vermoedde dat die enorme hoeveelheden sponsen misschien ook wel iets met die opgeloste suikers kunnen doen. Samen met collega Dick van Oevelen van het Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek besluit de groei om een koraalgrot met een doek af te sluiten. Ze spuiten er zelf opgeloste suikers in en meten vervolgens hoeveel er weer uitkomt. En wat blijkt? De opgeloste suikers verdwijnen in de grot. De groei neemt stukjes spons uit de grot mee voor nader onderzoek in zijn laboratorium. En ook hier geeft hij de spons opgeloste suikers om te bekijken wat de spons ermee doet. We zagen, als we keken naar wat die spons at, dat die eigenlijk heel snel zou moeten groeien. Maar dat deed hij niet. Dus de volgende vraag was van, maar waar blijft dan? Waar blijft al dat celmateriaal? Waar blijft die spons? Hij groeit niet. Moet ergens blijven. En toen bleek eigenlijk dat er enorme celdeling aan de gang was. Dus die spons was wel degelijk heel erg actief bezig om zijn cellen te delen. Maar nog steeds, waarom groeit hij dan niet? De groei was al een jaar op zoek naar een antwoord op deze vraag toen hij in gesprek kwam met andere onderzoekers. Ik hield een verhaal voor pathologie in Maastricht. En die begonnen een spons te vergelijken met een darm. En omdat zij niet wisten wat een spons was en ik niet wist wat een darm was, konden we elkaar eigenlijk aanvullen. En toen zeiden ze, ja, maar als het op een darm lijkt, dan gooit hij zijn oude cellen er dus uit. En dat bleek dus ook te gebeuren. En ik was er al een jaar naar aan het kijken. Ik kon dat niet vinden. Maar zij zeiden, ja, kijk, daar zie je het. Daar zijn jouw oude cellen. En toen kon ik me herinneren dat elke dag dat aquarium zo vies was. En dat er elke dag van die piramide, van die hoopjes naast het sponsje lagen. En ja, dat was gewoon van die spons. Sponspoep. Die spons poept gewoon heel veel. Die groeit niet. Die verjongt zichzelf. Sponsen poepen dus. Ze eten en verteren de opgeloste suikers en brengen dit weer terug in de kringloop in de vorm van dode cellen. En dat poepen doen ze vooral 's nachts. Een reden waarom het de groei niet eerder was opgevallen. Zo'n grote spons maakt ongeveer deze hoeveelheid sponspoep per dag. Dus wij wilden weten, voor wie is dan dat sponspoep een lekker hapje? Dus we zijn gaan testen, eet iemand weer dat sponsenpoep? Zoals alles in de schakeltjes met elkaar verbonden moet zijn. Omdat elke keer weer die gedachte, dit systeem is in evenwicht. Dat kan niet anders. Wat hier gebeurt is dat we het poep wat we verzameld hebben van de sponsen stoppen we op het zand en dat filmen we door foto's te nemen. Dan kunnen we zien, zeg maar, wordt het gegeten en door wie.
En inderdaad, de sponsenpoep wordt gegeten door hele kleine beestjes die in het zand leven. En met dit laatste kleine stapje is de kringloop van het koraalrif eindelijk gesloten. En is dus verklaard waar die enorme hoeveelheid voedsel voor al die vissen vandaan komt. Een koraalrif bestaat uiteraard uit koraal, maar ook uit heel veel algen die uit zonlicht energie maken. De meeste van die energie wordt weer afgegeven in de vorm van een enorme hoeveelheid opgeloste stoffen. Bijvoorbeeld suikers. Het vervelende is dat de meeste bewoners van het rif, zoals we daar hebben, de slakjes, de krabjes, visjes, deze voeding niet kunnen gebruiken. Dus het dreigt verloren te gaan voor het rif. En wat wij eigenlijk gezien hebben, is dat deze enorme voedselbron weer per dag opgenomen wordt door het rif. Dus in alle gaten, holen, kieren, grotten van het rif. Als je daarin kijkt, dan zul je zien dat die wanden bedekt zijn met een dun laagje spons. En dat die sponsen nemen dat opgeloste spul op. Groeien niet, want er is geen plek in de grot. Maar stoten eigenlijk de cellen die ze net gemaakt hebben weer uit. Dit spul is eigenlijk dus sponspoep. En al dat materiaal, want dat is er nogal wat, dat denken wij dat dat een lekker hapje is voor de andere bewoners op het rif. En zo is eigenlijk het cirkeltje rond. Die spons heeft iets wat niemand kan gebruiken en wat je niet eens kan zien omgezet in iets wat je kan zien en wat wel kan gebruikt worden. En dat vloeit uiteindelijk weer terug in het systeem. En zo is de kringloop dus gesloten. En hebben we dus een prachtig, mooi, maar ook heel erg rijk en productief koraalrif dat geen afval produceert. Nu is het nog steeds zo dat voor 1 kilo kweekzalm minstens 5 kilo wildgevangen ansjovis of sardientjes nodig is. Dat is verre van duurzaam. Maar nu we snappen hoe de kringloop van het rif werkt, kunnen we een nieuwe vorm van viskweek op poten zetten. Simpelweg door de succesformule van het rif te kopiëren, zodat we een systeem hebben waarin alle voedingsstoffen perfect gerecycled worden. En stel je nu eens voor dat we de ruimte die de oceaan biedt gebruiken voor die nieuwe kweek op zee. De zee als akker. Op zo'n zeeboerderij kunnen we enorm veel voedsel en zelfs andere producten kweken zonder dat je de natuurlijke systemen belast. Iets wat heel productief en rijk is, het koraalrif, is in evenwicht geen afval, nauwelijks afval. Als je die kennis snapt en je vervangt die onderdelen door onderdelen die belangrijk zijn voor de mens, namelijk door een vis die lekker te eten is, ja, dan ben je al een heel eind. Die kennis kun je dus gewoon toepassen. Maar het is niet zo simpel als alleen maar vis kweken of alleen maar algen kweken. Maar als je algen die biodiesel maken samen kweekt met vissen, één schakeltje maar, ben je al een stuk duurzamer en dan heb je energie en voedsel. Als je daar sponsen onder zet die het afval van die vissen weer biofilteren en je gebruikt de spons als voedsel voor de vis weer, heb je twee schakeltjes. Nou, en heb je een enorm duurzamer systeem dan wat er nu is, überhaupt ergens op de wereld. Ja, Jasper de Goeie heeft inmiddels met zijn collega's plannen ontwikkeld voor duurzame viskwekerijen in de Cariben en in Turkije.